Dat is het ME-schild, wat ik van de politie heb gekregen. En daar heb ik zelf een bloemstuk op gemaakt. Jeroen was natuurlijk ook een ME'er en daar vond hij ook echt hartstikke leuk dat werk. De herinneringen aan zijn omgekomen zoon zijn niet te missen in de huiskamer van Jos. Bijna 2 jaar geleden werd politieagent Jeroen Leeuwerink tijdens zijn werk doodgereden op de snelweg bij Nuenen. Zo dat Jeroen overleden is, dat, ja, dat is gewoon, nou ja, goed, echt bizar. Gewoon groepen geschreeuwd. Dan stort echt de wereld wel in. En dat heb ik nu eigenlijk nog steeds, dat ik eigenlijk nog niet kan bevatten dat hij dan niet meer is. Heel af en toe dan komt er een seconde voorbij dat ik het, dat ik het wel bevat. Dat ik het even realiseer, want het is dan ook meteen weer weg. Je hoopt dan toch nog dat hij dan nog een keer langskomt of terugkomt. Maar dat... Ja, het blijft onbegrijpelijk en onbevattelijk eigenlijk. Dat gemis is wel echt gigantisch, ja, iedere dag. De plotselinge dood van Jeroen maakte veel los. Collega's vormden een erehaag tijdens zijn uitvaart. En nu krijgt de jonge agent opnieuw erkenning op deze speciale gedenkplaats voor omgekomen agenten in Warnsveld in Gelderland. Ja, toch wel een gevoel van trots. Misschien ondanks alles dat Jeroen er niet meer is, maar toch wel een... Ja, dat er toch een blijvend iets is van Jeroen, dat hij toch iets heeft nagelaten. Toch indruk heeft gemaakt. Hij staat daar niet alleen, maar echt als een onderdeel van de grote politiefamilie. Daarom ben ik wel heel erg trots op Jeroen, wat hij voor de politie betekend heeft. Ja.